mensen! Leuk, jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal. Jullie kijken nu naar een splinternieuwe grote serie. Namelijk live. En in live gaan we allemaal dingen testen die wel kunnen en niet kunnen. En zo gaat het filmpje rond van een of andere popcornautomaat. En deze gaan wij proberen na te maken. Wat je doet is je begint met één blikje. Het ene blikje hier en het ene blikje hier. En wat je doet is tekent met een stift waar je dadelijk gaat snijden. Dat is wel heel handig. Dat hoef je niet per se te doen hoor, maar ik doe het altijd. En dan is het alleen nog maar een kwestie om dit ding in te snijden. Nu krijg je dus dit. Het is niet heel mooi geknipt, maar dat maakt niet zo heel veel uit voor het eindresultaat. Deze die houden we kort. Bij het volgende Pepsi-Cola. Snij hem eigenlijk precies door het Pepsi-Cola heen, zo helemaal rondom. Oké, we hebben dus nu de vaccinliggers uitgepakt en nu moeten we alleen nog eigenlijk deze vullen met olie. Dat gaan we als eerst doen. Je doet er maar een heel, het is best wel donker geworden, je doet er maar een heel klein scheutje in. Dus dat is dit is genoeg voor jouw popcorn. Het belangrijkste natuurlijk, de popcorn zelf, die moet als een beetje overmaken en niet al te veel, maar genoeg erin stoppen zodat deze zouden. Oké, we hebben dus een klein probleempje, met deze kant werkt het niet omdat deze te klein is, dus we gaan deze kant gebruiken van het andere flesje. Zoals je kunt zien heb ik hem dus zo geknipt, zodat je op elkaar precies past. Vergeet natuurlijk niet aan de achterkant, zoals je kunt zien, een gaatje te maken, want het kaarsje heeft zuurstof nodig en anders brandt hij niet. Ik was een belangrijk ding vergeten te pakken. Oké, ik doe het even in de schuur. Kijk, het is bezig nu. Ik ruik popcorn, maar het duurt best wel lang, want het is best wel koud buiten. Ik kan me aan niet zo. Ik weet niet of het op camera te zien is eigenlijk. Niet mee van dit spektakel. Kijk, je kan het niet ruiken, maar het ruikt hier echt niet normaal veel naar popcorn. Wat ik hier dus doe is, ik heb het ene kaarsje, wat normaal kaarsje is, heb ik weggedaan. En nu zet ik er een ander kaarsje voor in de plaats. Dit kaarsje heeft 3 lontjes, dit heb ik zelf gemaakt. En hierdoor zou het wat sneller gaan moeten branden, hoop ik. En zo krijgen we dus ook sneller popcorn. Popcorn is erin. En er zit nog veel meer in het bakje. What the fuck? Nou mensen, ik denk dat we hiervan kunnen zeggen dat deze lifehack gewoon werkt. En bij elk einde van de video waar we een lifehack hebben getest, komt er dus in beeld te staan of de lifehack werkt. Of de lifehack niet werkt. En deze die werkt dus wel, de lifehack werkt. Ik denk dat we met z'n allen gewoon lekker popcorn kunnen gaan eten met een beetje zout, want we hebben geen zoete popcorn gebruikt. Maakt niet zo heel veel uit. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen, en dat is... Dag hoor, doei!